Pummeltje en wij gaan het vandaag tegen elkaar opnemen in een challenge. Ja, we gaan namelijk leeftijden raden. We krijgen straks allebei een foto te zien en dan krijgen we een bordje en dan moeten we daar de leeftijd die we denken opschrijven en dan draaien we tegelijkertijd om. Ja, en degene die het goed heeft krijgt 1 punt en als je het precies goed hebt krijg je er 2. Nou, kunnen wij. Let's go! Of was ze juist nog jonger dan dit? Ik weet het niet. Oké, ja? Zullen we? 3, 2, 1. Ik heb 16. Ik heb 18. Oh, oh, dat is precies. Maar dan hebben we allebei 1 punt. Is toch de middelste prinses? Weet je het weer? Alexia. Maar mag ik kan je het helpen? Nee, ik weet niet hoe ze heet. Ik heb 15. Ik heb 16. Echt? Oh, ja. Nee! Punten. Marky! Ja, die is wel oud hoor. Nou, hij is stokoud, maar hij is wel oud. Nou, hij is wel oud, maar niet super oud, denk ik. 52. Is die 54? Ik deed echt gewoon een gok, want dat zijn 2 af. Yes. Ik heb een heel werkstuk over haar gemaakt op de basisschool. Getal. Oké, 3, 2, 1, ik denk 8. Ik denk 20. Hetzelfde. Ik ben een beetje. Hoe oud ben jij? 12. Maar het kan het niet fout hebben. Ja, ik heb hem. Dat is wel heel erg. 10. Ik heb 13. Is het 11? Ah, toch wel! Ja, maar jij zat aan dit erbij. Dat is dan. Het is mijn zus. Mag wat? Is dat je zus? Nee, we toen de eerste keer elkaar zagen verloren, ja, zei dat altijd. Ik ga toch weer voor een rond getal hoor. Ik niet. Ik ga voor dit. 3, 2, 1. Oh nee! Oh, dat is nou ook niet. Dat moet ik weten. Die is. Oud? Ja, maar die is juist laatste jaar geweest. Ik denk dat ze dit is. Ja? 3, 2, 1. Ik denk 14. Ik denk ook 14. Yes! Okay. Sterren. Ik denk dat ze dit is. Ze ziet er wel ouder uit volgens mij. Volgens mij was dat een ding. Dat ik echt vond dat ze heel oud was. En dat het wel mee is opgegaan voor de auto op mijn meisje. Nou, het zal wel. Oké, 3, 2, 1. Ik denk 16. Ik denk 16. Oh, ik wil niet 18 doen. Oh, wacht, heb ik wel een punt. Is zij niet YouTuber? Ja. Nee, ik weet niet meer hoe oud ze is. Dus ze heeft kinderen. Ik denk dat ze bijna een beetje, de meeste ouders zitten dan meestal een beetje richting de 30, toch? Ja, maar ligt eraan hoe oud de kinderen zijn. 3, 2, 1, 32. Ha! Oh, nee! Jamila. Oh, dat weet ik wel. Jamila. Maar die is op zich best wel, die is wel echt volwassen, toch? Die is wel volwassen, ja. Die is in de 20 dan? Niks zeggen. Dat kan ik niet zien. Ik wil kijken of je dit kan niet zien. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ze dit is. 30. Ik dacht 25. Ik dacht dat ze laatste. Nou, ik vind dat ik hier gewoon 2 punten. Ze zijn bijna 30. Ik vind dat ik hier een punt voor krijg. Vincent. Die is in de 20, want die rijdt ook auto en zo. Ja. Of hij gaat me nu enorm haten. Nee, 22. 22 heb ik ook, ja. 20? Oh. 20 pas? Dat is Olivia Jansen. Die is niet 20 nog hoor, denk ik. Is hij volwassen? Ik denk dit. 18? Ik denk 19. Oh yes! Shit. Is dat Britt? Dat is Britt. Dekker heet ze toch? Ja. Dekker. Die is in de 20? Ik weet het niet. 26? Ik ook 26. Jij hebt sowieso gekeken bij mij. Nee, echt niet. Ik zweer het. Oké, 26 heb ik ook. 29? Oh, wat? Wat? De uitslag en de winnaar ben ik! Huppakee! Gefeliciteerd. Jij hebt het ook gedaan. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. Ja, ik had al een beetje ingeschat dat ik hier niet zo goed in zou zijn. Maar, ja, maar we hebben toch 11 punten en 10 punten. Ik vind het veel. Ja, ik vind dat we nog best wel goed gedaan. Ik ook. Hey, bedankt voor het kijken. Abonneer op Tina TV. En geef de video een hele dikke duim omhoog. Als je dit leuk vond en als je weet hoe oud wij zijn. Dat heb ik in deze video nog gezegd. Misschien, als je goed opgelet hebt. Dan zien we jou de volgende keer. Doei! Doeg.